Jongens? Alles goed? Tof, hè? Ja, jongens. Kijk toch? Dit was het eerst voor je neer. Het is uur aan in de kantine. Ja, zit. Je bent dikker geworden, John. Nou ja, niet vies dik, gezellig dik. Het heeft je goed gedaan, die 5 jaar bezinning. Lijkt me ook heel heilzaam. Om eens helemaal tot jezelf te komen. Ik heb voor jou gezegd, Rijk de Gooier. 5 jaar. Wat is mijn deel? Wat? Mijn deel. Mijn geheime deel dat ik zou krijgen voor het fluiten. 25 piek. Ik heb dat fluitje nooit gehoord, John. Dat hadden we afgesproken, dat ik dat zo fluit om je te waarschuwen voor als er een man eraan kwam. 25 gulden? Voor dat fluitje? Ja. Kom op met die boen. 5 jaar is een lange tijd, John. Er is een boel veranderd in Nederland. Geld is niks meer waard. Als je nou vertelt dat deze wagen op dit moment 80 gulden kost. 80 gulden? Maar voor jou 25, John. Hoppie. Wat ruikt die wagen raar? Dat is de nieuwigheid, John. Hier, begint het nog te misten ook. Zij geen auto hebben. Nee, John, daar heb jij een heel leuk wagentje aan, hoor. Dat is geen mist, motorkoop. Geef me niet, John. Zeg, er zit toch wel garantie op die wagen? Niet goed geld weg, John. Oh, gelukkig. Zeg het nog eens, Rijk. Eerlijk waar, John. Je hebt goud in je handen. Meen je dat, hè? En ik heb de braids. Moet je een beetje minder drinken, jongen. Wat moet ik nou gaan doen voor de kost? Ja, op de televisie kan je niet meer, John, met een strafregister. Ook niet in een misdaadserie? Nee, John. Het is vervelend om je te moeten zeggen, maar je bent een getekende. Men wijst je na. Hé, hey, Rijk, een parkeerwachter. Kan ik geen parkeerwachter worden? Nee, John, dan moet je kunnen klokkijken. Weet je wat jij eigenlijk nodig zou hebben? Een miljoen? Nee, John. Een begeleider. Een geestelijk begeleider. Iemand die jou reclasseert. Een wijs en integer iemand. Rijk, ken jij zo'n persoon? Nee, John. Hoewel, ja, ik. Zou jij dat dan voor mij willen doen? Mij, klassifie-dingen zeg? Waar we het vroeger wel eens over gehad hebben, John. Zo'n SOS-dienst. Zo'n huis-aan-huis reparatieservice. Ja, uiteindelijk heb ik goud in mijn handen. Ja, maar dat niet alleen, maar ik zou de zakelijke lijnen kunnen doen. Dus bij de telefoon blijven zitten. Ja, daar hebben we een beginkapitaaltje voor nodig. Tante Toetje! Tante Toetje! En wanneer heb ik jou voor het laatst gezien? Lekker een bolle schip van. Dat is 5 jaar geleden. Toen had u nog 1,5 meisje in een droogkap. Hoeveel heb je er allemaal niet? 17. En allemaal artiesten. Beschaafd en toch smakelijk. En allemaal pedicures en manicures, bedoel ik wel, hè? Het gemiddelde lichaam heeft 20 nagels, meneer Gooyer. Dit is voor jou, Gerda. Dat van die 3 Duitse heren met die herders, want dat is er nog niet. Dag, John Krijker. Kitty. Ken je me nog? Ja, je bent niet veel veranderd. Als ik een paar dingen wegdenk, dan zie je er net zo uit als toen je 9 was. Kitty van de Groenteblad. Leuk dat u die hier in hebt gehaald. Ik was anders bang dat ze in het leven terecht zou gekomen zijn. Over geld gesproken. Ja. Eén als de tante Toetje. Mijn collega en ik, ondergetekende, Rijk de Gooier en ik, wij willen graag een nieuw leven beginnen. Helemaal opnieuw. Weet u, om mensen te helpen. Mensen die in nood zitten. Ja, maar ongeveer precies hetzelfde als u doet, maar dan met de waterpomp dan. U neemt Johnny heeft namelijk goud in zijn handen. En goud is een fantastische belegging. Dat hoef ik u als zaakvrouw niet te vertellen. Je gulp staat open. Zo, dan heb ik voor u een verrassing. Klein verrassing. Karel!
Karel. Na al die jaren. Je kan je jas gaan aantrekken. Ja, ik kan, als je de blouse maar hier laat. Ja, en net met mij. Rechtdoor. Dank, John. Wat kan ik je geven? Je zou natuurlijk ook tante Toetie om een voorschot kunnen vragen. Ja, als je maar wel overal een bochtje voor vraagt. Tuurlijk, tante Toetie. En tante Toetie, als we ook nog zo lang dit telefoonnummer mogen gebruiken. Ja, kom mee, jong. Ja, daar zou ik die vogels wel even voor laten tekenen, mevrouw Klaar. Ach, ons kent toch ons Roosje. Wie ik nou ineens weer genoeg? Met mij? Dit is Roosje. Mijn oogappel, mijn rechterhand en mijn geheugen. Tevens chefin van de modder- en schuimbaden. Ah. Volgens mij heeft dit roodje hele knaapje zien staan. Nee, maar de mijne nog niet, joh. Hartstikke leuk voor dat toetje. Vind je niet? Tiegelijk goed. Wat krijgen we nou? Mijn wagen? Mijn nieuwe wagen? Ga niet zo stom te lachen, man. En ik zeg nog, let op die handrem. Dat moet mij weer gebeuren. Weet je wat we doen? Nou? Ik vuif. Jij vuift? Op een ritje in de metro. Metro? Ja, kom op. Kijk eens. Wat zal niet kunnen bouwen in 5 jaar tijd? Fantastisch. Kom op dan, man. Heren. Waarmee? Dat u hebt besloten tot de aankomst van een splinternieuwe dag. Nou, we hebben nog niks besloten. Wel gaat mijn vriend en collega de heer Kraakamp toch wel zo'n 120.000, 140.000 kilometer per jaar mee tuffen. Dus ik wil er eerst even ruiken. Ze staan ervoor, heren. Nou, denk ik toch dat ik hier al maanden 16 taft heb staan. Ja, er is er maar eentje. Die is toch een rode, hoor. Heb u geen gele? Geen is, heeft 6 weken levertijd, ja. We hebben hem uiterlijk nu nodig. Hoe zijn de asbakjes, John? Schoonrijk. Mag misschien het prijsje eraf. Het is namelijk een cadeautje. Van mij aan die kleine bolle meneer. Een ogenblik. Hij heeft geen schakeling, Rijk. Dat is lekker makkelijk. Wie mij hebben, John? Nou, graag, Rijk. Verkocht. Hoe ver zijn we nou, Pen? Gisteren heeft u Akerkhof Groningen en Dorpstraat Ontstorp gekocht. De Reguliersgracht, Pen. Hoe staat het met de Reguliersgracht? Ja, de Reguliersgracht die staat er nog grotendeels. De nummers 74 tot en met 94, dat is geregeld. Die kunt u morgen slopen als u dat wilt. Behalve nummer 84. Die wil er niet uit. 84? Wie is nummer 84, Ben? Nummer 84, dat is de weduwe Toetje Kluif. Die drijft daarin een schoonheidssalon. Een schoonheidssalon? Beste Pen. Wat ligt hier? Een metrostation Reguliersgracht, meneer Koster. En wat gaan we daar bouwen? Een parkeergarage voor 150.000 auto's, meneer Koster. En hoe regelen we dat, Pen? Geen paniek, meneer Koster, alstublieft. Geen paniek. Dat regelen wij zo. Morgenmiddag om 12 uur wil ik dat pand hebben opgeleverd. Leeg! Waarom ben je teruggekomen, Henk? Omdat ik met jou, Roosje. Alleen maar daarom? Nee. Oh. Luister, 4-4 heb ik gehoord dat Toetje Klaaf die gaat verkopen. Ja, mevrouw Klaaf wordt een jaartje ouder. En horizontale jaren tellen dubbel.
Ja, maar dat mag niet. Als ze verkoopt, verkopen ze ons. Begrijp je dat er niet? Ja, maar kom van dat geld? Ik heb alleen maar mijn lichaam. Rudolf heeft pakken met poen. Als ik u nou vertel dat op een beetje vibromassage 14% BTW zit. En dan op saunabaden in ene weer niet. Dan heb ik dit haar van gekregen van alle kopzorgen. Maar het is correct, mevrouw. Het heet immers belasting toegevoegde waarde. En in een sauna wordt niets toegevoegd, alleen maar afgeslankt. Waarvan haal ik er 10 minuten uit? Nee, het is dat ik hier zo'n stuk van de jeugd heb leggen, hè. Dat mijn opo hier destijds begonnen is met een winkeltje in water en vuur. Bouwmuurtjes, loop ik met mijn blote kop tegen de vlakte. Maar ja, je wordt natuurlijk automatisch een soortement moeder van die meiden, hè. En je doet het voor Amsterdam. Nee, meneer. Ik geloof niet dat ik ooit zou kennen tegen. Het gehele perceel kan ik 3 uur plat. Daarna gaan we schaften, heien, spaanplaat en een kwastje. Overmorgen officiële opening van Amsterdam's duurste parkeergarage. Ben, laat mevrouw even tekenen. Er gaat natuurlijk wel een heel stuk stedenschoon verloren, meneer Koster. Dan wil ik graag een rode overal met van die diepe zakken, maar dan moet het zo ver ingaan. Ben ik? Al? Ja. Ja, ik had graag iets moderns voor deze kleine bolle meneer. Zeg ik geen rode overal? Je bent geen loodgieter. Je bent geen eenvoudige reparateur. Nee. Je bent artiest. Ja, een artiest. Niet te kijken. Artiest. Modern. Van vandaag. Opvallend. Correct. En toch gekleed. Artiest. Kijk, John. Zo'n jasje zou je natuurlijk een enorm stuk ophalen. Ja, maar ik moet kunnen bewegen in mijn werk, Rijk. En anders word ik gek. Misschien zou meneer zich even kunnen bewegen. Dat ik een beetje een indruk kan krijgen. Nou, ik grijp. De vrouw des huizes, die komt op mij af en die zegt, ik heb een verstopping. En dan zeg ik, waar zit het? Nou, ze zegt, het zit in mijn gootsteenkassie. Nou, duik ik frequent in haar gootsteendingenkast. Ga ik dus op mijn rug, onder die ellepijp. Want er zit onderin zo'n kromme dinges. Begrijp je wat ik bedoel? En daar moet je bezig. Daar zit meestal die verstopping, daar zitten proppen, haren, troep. Hé, kunnen ze niet doden? Hap, dan krijg ik die blubber, krijg ik nog. Hé, dan die blubber is eruit. Maar dan gaat het erom dat dopje weer op die ellepijp te krijgen. Kijk, dan draai ik tegen de moer in. Tegen de dinges, tegen de lange. Dan gaat hij aangezet, door de klok heen. Door de klok, 10:30, kwak, vast. Niet verder draaien. Vast is vast. Vast is vast. Begrijp je? Dus als hij vast is, neem ik mijn bakertje op, stop hem in mijn zak. Even koud. En denk, ja. En voor elkaar. Vangen. Hop. Ja, dat zal niet meer. Kijk, en helemaal. Kijk, als ik met stutten ben bij je. Als u meneer even wil vasthouden. Van die balken. Ja, als u mij even wil vasthouden. Zeg maar nou weer. Oh, dus ja, kom. Inpakken, hè. Dan ga ik de straat niet meer, dat zag ik ook tijdje. Schitterend, John. Volmaakt, hè. Het heeft wel iets geinigs. Weet je wat is, John? Geeft de zaak een heel eigen gezicht, weet je wel. Want er komt wel iets binnen, hoor. Prachtig. Nee, ja. Perfect. Ja. Dan had ik voor mezelf iets in het hoofd van een nachtblauw fluweel couper kostuum. Ja. Ja. Er komt niks binnen. Er gaat mij niet door. Lommel. Jij ook. U ziet het, mevrouw Kluif, zo doe ik zaken. Open en eerlijk, handig en betrouwbaar. Nou, is dat een mooi bedrag wat ik voor die bouw wil geven of niet? Ja, het is wel verleidelijk, hè. Ziet er leuk uit met al die nullen. Betekent dat wij ontslagen worden, mevrouw Kluif? Wat ontslagen worden is dat? Op de reguliere gracht. Als ik u een goede raad mag geven, mevrouw Kluif, dan zou ik de kranen tegen elkaar openzetten en het hele zootje laten afvloeien. Dat kan rood toch een irritante kleur zijn, hè? Ja. Nou staan we hier al 10 minuten. Volgens mij is het een los contactie. Ik ga eens even kijken. Goud, John. Puur goud heb je in je handen. Als u daar dan even wilt tekenen, mevrouw Kluif, dan heeft u een droom van een levensavond. Waar? Hier. Ik zie het. Ik zie het. Ik kan niet met zekerheid zeggen of deze handtekening rechtsgeldigheid heeft, meneer Koster. Lijkt hij een beetje op uw echte handtekening? Ik heb mijn brilletje niet op.
Dus dat is voor elkaar. Pen, in je tasje daarmee en regel het zelf verder. Pardon. Meneer Koster, meneer Koster, zou ik dan misschien nog even op het hobbelpaard mogen? Je hobbelt maar een eind weg. Heeft u de zaak verkocht? Zal ik nog wel doen? Nee, gaan we sluiten. Gaan we sluiten? Morgen om 12. Waarom heeft u nog het tijd? Gaan we sluiten? Ik moet even een uurtje gaan leggen. Loos, Loos. Loos, wou jij nou die gozer bekijken? En, Hoe bedoel je? Nou, dat zeg ik toch. Ja, God, ik begrijp je niet, Henk. Dat contract, ja, te... Hallo, R de Roeier. Ontvangt u mij? Ontvangt u mij? Hoogachtend, over. Ja, John, je komt goed hoor. Hallo, hallo. Net echt, over. Oh, die dingen moeten we hebben, jongen, voor het onderling contact. Als jij boven op zolder bezig bent en ik in de kelder, met vriendelijke groeten, over. Niet zo hard in dat ding spuren, John. Over de sluiter maar, hè. Rijk? Ja. Rijk, Rijk. Rijk, Rijk. Over. Stil nou, John. De muren hebben oren. Over en out nou, hè. Zullen Amsterdam samen een poepje laten ruiken? Ja, John. Over de sluiter nou. Ja? Over! We hebben haast, John. Out, out, out! Zal ik nog even die imitatie van Frank Sinatra voor je doen? Hé, daar wil je. Strangers in the night, two lonely people, I say... Wat hebben we nou dan nodig, John? Hé, Rijk, gasmaskers. Voor als het stinkt, hartstikke goed, man. Hé, goed, John. Rijk, zo een flikkerlicht. Voor als het link wordt, hartstikke goed. Perfect, John. Hou wel, als we de klas doorheen moeten. Kan niet meer. Hé, hey, Rijk. Tof, staal van daar. Nader onderzoek. Niet staan nog, John. Hé, hey, Rijk. Denk ik vind. Mijn detector. Hé. Hey. What do you mean that you cannot come? You always come when you are in Amsterdam. You are one of the quickest comers I know überhaupt. But I must... Talk to you, Bill. I believe I have done something super stupid. Then why do you not come? How the hell can I make it clear to you, baby? Listen. Listen. Hold on. Hear that? That's my locked door that can't be opened. Are you convinced now? Well, if you say so, it will be so. I'm locked up in this... Dutch masterpiece of Japanese architecture. Oh, I think they're flying in Mikey from Tokyo now. 1 minute, Toots. Do you have another woman in that room there, Bill? No, 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 you know there's no other woman in Amsterdam like you. Then why don't you open the door? Oh, you don't understand. I only have 4 more months to live. And last time, when you were in Amsterdam, you said that you had only 4 more weeks to live. Oh, he was a lousy doctor. He died. Lucky for you. Rudolf? Hoi, Henk. Wat is gebeurd? Dus gaat verkopen. Wie gaat wat verkopen? Toetje Kluif. Toetje Kluif? Wat gaat Toetje Kluif verkopen? Toetje Kluif gaat de salon verkopen. Aan Koster. Je maakt een parkeergarage van. Hoe weet jij dat nou? Omdat ik er zelf bij was. Ah, kom. Nou, bij mij is om. Als jij nou niet zo'n mafkees was geweest, dan hadden we de beste kast gehad uit heel Amsterdam, weet je dat? Nou, wacht nou eens eventjes, hé. Is het nou echt definitief? Zwart op wit? Met de notaris en, hè? Geen paniek. Toetje Kluif zou er eigenlijk morgenmiddag om 12 uur uit moeten. Maar Roosje, die had vanavond het contract. Dus, wat gaat Rudolf vanavond doen? Rudolf gaat lekker vroeg slapen. Rudolf gaat vanavond met Toetje Kluif een happy eten in de stad. Nee. En dan gaat hij met Toetje Kluif lekker de koffer in. Nee. En dan gaat hij iets moois versieren. Nee, nee, Henk, alsjeblieft niet nog een keer. Nou, dan laat je het eten eraf. Het is onze laatste kans. Dat mens valt op je als een baksteen. Ja, als een zak aardappelen bedoel je. Hé, Henk, kan dat dan niet een andere keer? Morgen of zo? Nee, want morgenmiddag om 12 uur is die overdracht van het contract. Ik ben al zo moe. Waarvan dan? Hey, Rudy?
maar ik heb dinsdagavond jongsleden nog gedoucht, mevrouw. Ik wou alleen maar even op een paar jeugdsentiment. Deze behandeling is heel gratis en voor kennismaking, meneer Penk. En als u blijft doorzeuren, dan krijgt u met de berken twijgen, hoor. Ja, hallo. Zeg het maar. Ja, met Hazenleger hier. Ja, ik zie nu net dat telefoonnummer van u en dan zit ik plotseling in een vreselijk hoge nood. Nou, Pikkie, dan kom je toch gezellig even langs. Met zo'n kluif is dat 8 uur open. Zo, waar waren wij gebleven? Bij mijn sokophouders, mevrouw. Ja! Ja, tante Tutje, geen paniek. Zeg, ik schrik me daar verzuur. Bij SOS, huis en huis, reparatieservice, geen paniek. Voor alle gezinnen, mits 220 volt. Ja, is er nog wat geweld voor ons? Nee, jongens. Ja, wacht even. Ja. Wat, wie? Een oude kennis van mij. Bill Silkstocking. Die kent zijn kamer niet uit. Waar? In het nieuwe hotel. Okinawa. Kamer 872. Onze eerste opdracht. Wat tof. Zeg, jong. Veel succes, hè. Dan ga ik in die tussentijd even een kleine boekhouding opzetten. Ja, nee. Nee, dat kunnen we straks doen. Ga dan even met me mee. Kom, ja. Tante Toetje. I love you. I love you. Kom op. Hallo, reis van de zon. Geen paniek. Gaan we even bekijken, hoor. Goeie. Mr. Bill Silkstocking, I presume? Who else do you think, the Pope? It could be. It's a very expensive hotel. Who are you? The Marx Brothers? No, we are from Geen Paniek. No panic. Welcome to Amsterdam, Mr. Silkstocking. We come to open your door, Mr. Silkdingers. Hallelujah. Go and open it. Ik denk dat hij op slot is, Rijk. Double tariff. Double tariff. I have to operate your door, Mr. Silkdingers. And if you wickle yourself in a blanket... Is dat goed, deken? Ja, John. Yes, blanket. And you go under the table. Flat. Flat. En aan zijn moeder denken. And yes, fight as a mouse and think of your mother. Surprising Amsterdam. I give you a special quick service, so lay you under the table. Am I under the table? I'm under the table wrapped up in a blanket with my second mother. Zijn moeder is er ook bij. That makes $125, Mr. Silkstocking. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen, mevrouw, dat ik helaas getrouwd ben. Maar dat mijn vrouw me uitstekend begrijpt. Dat koffertje nou eens even weg. En ga nou eens lekker ontspannen liggen. Zo. Here I come. Thanks for the lift, guys. I'll never forget your beautiful faces. You know, I'd like to invite you to come to America to visit with me next year. Hey. But who knows if America will still be there. No use. I've only got 4 months to live. Wat zei je nou? Ik heb nog maar 4 maanden te leven. Heb je daar zo'n haast? John, kan je even komen helpen? Ja, natuurlijk. Wat is er Wat moet er gebeuren? Niks laten merken, John. Maar ik wil mijn leven verbeteren. Ja, dat willen we allemaal, maar wat is er gemarkeerd aan? Hij trilt niet meer. Hij moet trillen, zo zit hij daar. Doe jij dat ook met die mannen? Ja,
We worden behandeld als beesten, John. Maar wij hebben net zo goed een hart. Kom er eens uit als je durft, kijk, vies peuk. Nee, niet doen, John. Die meneer die heeft betaald. En elke minuut dat ik niet kan trillen, wordt ingehouden. Jij moet niet weg. Ja, dat wil ik ook. Maar ik heb een contract. Ik wil namelijk fotomodel worden. En dan filmster. En daarna word ik stewardess. Stewardess. En later word ik verpleegster. Verpleegster? Ja. Van jou, John. Wat zei je, John? Goud? Je plaat aan je handen, man. Ik geloof dat ik iets ontdekt heb. Zijn je niet schrikken, Rijk? Ik zal mijn best doen, John. Het is het schoonheidssalon van Tante Toetje. Ja, John. Dat is geen schoonheidssalon. Wat ingenieer je me nou? Het is een bordeel van lichte zeden. Een wat? Ik weet het niet zeker, gaan we te goede, maar volgens mij is het een bordeel van lichte zeden. Je bedoelt een verdacht huis? Zeer verdacht huis. Oh, geen probleem. Ook dat nog. Wat is het probleem? Nou, dan komen we hele goren uit een bos. Ja. Dan zou een gezellig dagje hebben waarop het gezellig hoogtepunt zou zijn dat we kippen gingen grillen. En dan weigert die grill. En waar staat die grill? Ja, daar. Ja, daar. Daar om de hoek. Gebouw. Gaat u maar even mee. Geen paniek. Tabas. Tabas, luister eventjes naar mij. Tabas. Tabas. Tabas, luister u dan eventjes. Tabas, is dat nou onze beroemde clubgeest? Dames, kies op elkaar en geen getinkel met oorbellen. Want het personeel heeft de uiterste concentratie nodig. Deze beide heren komen uit de hemel vallen, leden. Ze zijn namelijk experts. Kraaikamp en De Rooijer. Geen paniek. De Rooijer en Kraaikamp, toch genoeg, hè? Lieve dames, hoe vaak komt er iets voor dat u met uw handen in uw pruik zit? De fabrikant hield geen woord. Het huishoudelijk apparaat weigert. En u? U bent aan einde raad. Uw man zit op de zaak, de kinderen zitten op school en u zit met gebakken peren. Maar deze tijd is voorbij, dames. Dankzij mij. Mijn huis-aan-huis reparatieservice, geen paniek. Het is speciaal voor u. U, de alleenstaande, wanhopige huisvrouw met twee linkerhanden. En hier zien jullie heer Kraaikamp. Slechts één van mijn tientallen assistenten die dag en nacht voor u klaarstaan. Gedegen, toch beschaafde vaklieden. Stuk voor stuk zijn uitgerust. Met het meest hypermoderne materieel. Ik dank u. Weet u wel waar het in zit? Als u mij nou even het spiesje geeft. Met de proefkippen. Dat is toch een prachtig beroep, meneer De Gooyer. Nou, dat is meneer... laat me zitten, mevrouw de voorzitter. Als u me nou het bakje met saus even zou willen aanreiken. Ja, maar denkt u wel op uw kleding, hè? Ja, nee, dat komt voor elkaar. En moet u horen, Nou heb ik hier een heel raar ding. Dat is een uitvinding van de laatste tijd. Er zitten twee van die dingetjes aan. En die passen precies in die gaatjes. Die daar zitten. Dat doen we ze stopcontact. Dat is fantastisch. He? Stopt u hem er even lekker in? Lekker moot. En daarvoor een applaus voor deze beide gentlemen. Die ons jaarlijks dagje alsnog tot een succes wisten te maken. Ja, dat Kitty is een krul. Een big krul. Paniek. Geef er niet, Joep. Weg, weg. Ja. Ja, maar dan moeten we een touw om ons middel knopen dat we elkaar niet kwijtraken. Daar hebben we nou geen tijd voor. Ja, maar waar is die verwarmingsketel dan? In de kelder achter de martelkamer. Kit, ik ga het meteen even bekijken. En waar gaan deze lange slanke bruine benen naartoe? Ik heb nog een snipperavondje te goed. Ah, post, dat zal voor mij zijn. Nee, Rijk.
1884, 250.000 gulden, gele perceel, morgenmiddag om 12 uur. Geef terug! Heb jij mijn nieuwe kleine kamertje wel eens gezien? Leuk kamertje. Bang dat je dodelijk bedwelmd was. Nou, het scheelde niet veel. Sorry. Geen paniek. Een muis in de kamer. Nee. Nee, we komen eraan. Wat zegt u? Ja, nee, dat zijn... Mag ik even het adres van de muis? De... Juist. Eastonstraat. Met EA. Yes, de... Ja. Nee, 204. Nee, ik heb het. Ja, dadelijk bij u. Kitty. Kitty, je geval laat me niet los. Ik, noodbreekt het meisje. Ja, waar is hij? Die is naar boven. Ah, die is bezig met de boekhouding. Zeg dat ik mobiele telefoon is contact met hem neem. Wil je dat? Oh, John. Concertpianist. Ja, dat was mijn droom. Ik heb 7 jaar gestudeerd. Chopin. Rachmaninoff. Einstein. En toen viel die pianoklep op mijn vingers. Is jouw leven geen vlucht voor de werkelijkheid, Roosje? Wat is de werkelijkheid? De werkelijkheid ben je zelf. Ik heb geen zelfrijk. Wil je helpen jezelf te voelen? Met jezelf wie jezelf bent. Nee. Ik heb wel een vermoeden. So my second mother left her fifth husband, who was my third father. Oh dear, you must have had a terrible childhood. Oh, it was heaven compared to now. You don't understand, torture. It's not only my heart, but it's my lungs and my stomach and my legs and. And my brains. I've only got 4 months to live. How old do you think I am? 64. I'm 38. And what do you plan to do in the meantime? Well, Amsterdam seems such a wonderful place to die. I'd like to find some peace and quiet. Maybe I can find a corner in your sunny garden of pleasure. Yes. And no, I've sold this place. Oh, there's nothing that my dollars can't buy. I'll pay cash. Yes, but I have to be out here tomorrow morning before 12 o'clock. What? Het is geen springen. Je hebt erbij, mevrouwtje. Je hebt erbij. Die duiken er gelijk in. Vanaf de begane grond. Waarin? Waarin? De muis. Ik heb ze meegemaakt. Die sprong er dwars door de plint heen. Voor een lekker blokje darm. Meneer Luisters, ik heb u toch net aan de telefoon gehad. U bent toch van geen paniek, hè? Zal ik ze rare vragen nu stellen? Kent u het ego van de muis? Nee. Zeg niet ja. Nee. Ken ik het ego van de muis? Ja. Natuurlijk ken ik het ego van de muis. Dan. Gaat u nou eens even op het bed staan, dat ik u even kwijt ben. Even van de grond af. Ja, maar meneer Lasten... Ik hou me bezig met de psyche van de muis. Eerlijk verdeeld, u bent ik psyche. Zo. Zo. Nou zegt u geen woord. Absolute stilte heb ik nodig. Want ik maak direct dit geluid. Let op. Ik hoor niks. Natuurlijk hoort u niks. Dit geluid is te hoog voor het menselijk oor. Maar de muizen zijn er stapel gek op. Dus wat doet hij? Hij verschijnt. Trip, trip, trip. Oh, hij schrikt. Hij ziet zijn eigen geslacht. Wat doet hij? Hij vlucht. Hij vlucht voor zijn eigen geslacht. Maar... Elke muis. Elke muis. Kijk, elke gezonde Hollandse muis heeft de gewoonte om van zijn eigen geslacht te schrikken. Ziet hij zijn eigen geslacht, dan splijt zijn ego.
heel gek. Dus hij wil weg. Hij wil als het ware weg van zijn eigen geslacht. Maar hij kan niet weg, want zijn eigen geslacht blijft hem achtervolgen. Dus luchtgo, ergo, et en mergo. Blijft hij achtervolgen door zijn eigen geslacht. Hij vlucht van de ene spiegel naar de andere spiegel. Trip, 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 trip. Hij ziet zichzelf, hij draait zich om en hij vlucht. Maar hij komt niet weg. Op dat moment vraagt de muis zich af, wie ben ik? Wie ben ik? En hij komt bij de plank met de kaas. Hij denkt, één ding weet ik zeker, ik hou van kaas. Neusje gaat, muisje staat, op de plank. Ik sla de plank, jup, hap, hebbes, plabbes, muis, gevangen. Ah, wat zielig. Ja, maar dat is het leven, mevrouw. Het leven. Maar er is helemaal geen muis, meneer. Ja, nou heb ik u. Nou heb ik u. Dat, geen muis. Nee. Maar, u hebt mij toch gebeld? Ja, maar het ging over de buis. De beeldbuis. Beeldtuig? Ja. Ach, de buis. Ja. Ach, dat begrijp ik. Mijn buis deed plotseling vreselijk eng, weet u. En juist op een avond van Peyton Place. U hebt iets van dokter Rossi. Nee. There must be some solution to save the saloon and you. Now, the most important thing is... I forgot. The contract. Only the contract. Where is the contract? The assistant of Mr. Costa has got the contract. What's his phone number? It's gewoon in the book. The book. Weet u, het beeld trok plotseling helemaal scheef. Ja. Maar heb u aan de knoppen gedraaid? Welke knoppen? Welke? De dinges, afstellen, de regelknop? Nee. Nee, ik heb alleen de aan- en uitknop ingedrukt toen ik het toestel 2 jaar geleden kocht. En daarna heb ik er niks meer aan gedaan. Fout. Dat is fout. Kijk, zo'n toestel die vraagt aandacht, liefde, begrip. Niet alleen naar kijken moet je naar zo'n toestel. Nee, je moet er ook naar omkijken. Zou u het leuk vinden als u alleen stond in een hoek van een kamer? Geen hond zou naar u omkijken. Is niet leuk? Nou dan. Hm? Dag, schat. Ah, Peyton Place. Hallo? Yes? Yes, one moment. Voor jou, Johan. Hallo? Yes, this is Mr. Penn. What do you mean, the contract? No, that's the business of Mr. Koster. I have nothing to do with you, sir. Neem me niet kwalijk. Zakelijk. Contract. Welk contract? Dan gaan we eens even kijken wat u dat grapje gaat kosten. Wat is dit? Weduwe Kluif, verkoop van pand uit het reguliersgraf. Geef hier dat papier. Hoezo? Grijp hem. Hou hem. Het is niet helemaal in orde met uw ego. Belt u me er eens even hallo, over op. Hallo, hallo, meneer Koster. Ja, met Penny hier. Die man loopt met het contract mijn huis uit. Als de sodemiet erachteraan, Pen. Begrijp je wel, Rijk? Ik moest het wel stelen. Maar oh, met jou een crash te gaan beginnen voor kinderen van alle huidskleuren, van alle leeftijden. Maar laten we het eerst al eens even goed doorlezen, hè? Ja. Ja. Even eens gaan. Het is weg. Wat weg? Je contract, weg. Pleit ons. Zo gek. Niet zo zenuwachtig. Ja. Je hoeft maar ja tegen te zeggen en we hebben de best lopende kast van heel Amsterdam. Ja, natuurlijk, man. Hebben we daar nog een stikkie? Als ik stoom ben, dan lijkt ze een beetje op mijn moeder. Dat durf ik wel. So, tomorrow I'll settle everything. Even if it were the last day I had to live. But today, I have to put the blowmatches bound. Correct? Taxi? No, I'm not a taxi. Well, this is not a taxi. Hey, you want to play roulette? Roulette? Oh, no. My doctor told me to stay away from all tension. You know something? Yeah. I've only got 4 more months to live. But since I only have 4 months to live, I might as well play roulette. What's the address? Thank you. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Tuurlijk. Oh, wat ben ik stom. Tuurlijk. Johnny heeft mijn jasje aangedaan. Die gekke kraai. Wie is die bleekscheet? Oh, dat is Rijk. Ja, misschien wel eens van gehoord. De Gooier. Directeur van de NV Geen Paniek. Waar is die brief? Oh, ah, de verkoopbrief. Ja, die is in handen van een van mijn reparateurs, de heer Kraaikamp. Roosje en ik beginnen namelijk in dit pand een crash. Samen. Ja. Zo. Hallo, Rijk. Hallo. Nee, meneer Kraaikamp. Rijk is hier niet. Oh. Maar ik moest u wel nog vragen of u direct naar de derde Helmerstraat wil komen. Driehoog. Nummer 64. Graag gedaan, meneer Kraaikamp. Niks te danken. Dag, meneer Kraaikamp. Ik had het kunnen weten. Einstein. Die heeft nooit pianoconcert geschreven. Vanavond bij me terugkomt, Rudolf. Ik moest, Toetje. Ik moest. Van wie moet je dan? Van mij. Hey, hou je kop eens even, schat. Ik hoor wat. He, gek, meneer de Gooier. Laat ik nou toch altijd hebben gedacht dat u een gezonde man was. Ik word er zo moe van. De mensen weten van seksuele gekkigheid niet meer wat ze moeten doen vandaag de dag. Bij dit vergelijken zijn Sodom en Gomorra de Efteling. En dan te bedenken, Toetje. Dat dit pand zo'n prachtig evangelisatiecentrum zou kunnen worden. Evangelisatiecentrum? En je wou er altijd een krokettenhal van maken. Ja, maar ik ben veranderd. Dat is een lang verhaal, Toetje. Als ik het nou eens even rustig uitleg onder het genot van een Turks etentje. Hé, pila, lekker. Meneer de Gooier, u moet me helpen. Ik wil uit het leven voor ik verlept ben. Dit is mijn laatste kans. Ik voel het. Ik weet precies wat er aan de hand is. En daarom smeek ik u. Laat mevrouw Kluif die rotsalon verkopen. Is Johnny eigenlijk getrouwd? En heeft hij zijn eigen tanden nog? Hallo, meneer Koster. Met Pen. Kunt u onmiddellijk komen? Ik zit hier in de derde Helmerstraat nummer 64. Wat dan? Nee, nou! Jongen, ik heb geen paniek. Dat loopt dus een kriebel. Jij zit ik allemaal. Waar is het contract? Welk contract? Ja, wat is er nou? Wat is er nou? Geen tijd om uit te leggen. Geen tijd om uit te leggen. Nee, zeg zo. Ik ga het nu een tante toetje brengen. En Kitty laat zeggen dat ze van je houdt. Ja. Komt. Mijn houdt. Hé, hé! Van mij houdt. Van mij houdt.
Ja. Rudolf? Ja, Henk? Rudolf, hoe ga je? Nou, goed hoor. Ja, die kleine bol is hier. Ja, ik zit zoals gepland bij de Turk met Toetje. Gaat alles goed bij jullie? Ja. Ja, hij moet contract bij zich hebben. Zeg, Henk, lukt het nou allemaal wel? Roos en ik pakken hem wel in. Ja, bedankt hoor. Oké, okay, mazzel. Wie was dat, schat? Dominee Dingerdis. De dominee Dingerdis. Wat wou die dan? Hij is net terug uit de oorlog. Heeft hij bekeerd. En toen vroeg hij hoe het nou zat met het evangelisatiecentrum. Hebben we het vroeger eens over gehad. Hij zou bekeren, dominee Dingerdis. En ik de zakelijke leiding. Maar ja, hoe kom je aan een geschikte ruimte? Wat vreselijk nou dat ik die reguliersgracht net verkocht heb. Ik heb het altijd al zo'n mooi boek gevonden. De Bijbel. En wij zouden kunnen trouwen. Jij zou koffie kunnen zetten voor de gelovigen. Zet hem echt definitief die verkoop. Ah, geef me niet. Altijd rijden, hebben ze. Zo, ik kan gaan. Dan wordt het helemaal... Ah, genoeg, genoeg. Dames en heren, onze excuses voor dit incident. Maar dankzij deze meneer... Krijkamp, geen paniek. Krijkamp, is deze afschuwelijke fraude van onze croupier aan het licht gekomen. Gaat u even mee, gaan we even afrekenen. Nou, doet u maar hier. In fiches graag. 20 gulden. 20 gulden. Mesdames en messieurs, wet voor ze. Op 27, graag. Is dat onze man? Vincent Noir. En nou graag alles op 45. Het gaat maar tot 36, kabouter. Jouw ken ik ergens maar. Ik zal hier niet zeggen waarvan. Alles op 33, dat... Ja, hallo, geen paniek, Krijkamp. Wat is er, Rijk? John, kom direct naar Istanbul. Over. Ja, de... Istanbul? Ja, ik vind het fantastisch dat we zo goed draaien, maar lijkt het je niet beter als we voorlopig alleen maar opdrachten in Nederland aannemen? Nee, John. Het Turks restaurant Istanbul op de Keizersgracht. Oh, over. Ja, nee, daar kom ik onmiddellijk aan. Oké, okay, Rijk. Hou je doen. Bankenkoop, bankenkoop. Oh, ik ben zo vrijwillig om te... Draas, drone. Meneer de groepier, kan u even oppakken? Mij even komen helpen. Afblijven, afblijven. Kom eens hier. Dames en heren. Als we het tenminste terugkrijgen, idioot. Als ik je nog één keer met een hobbelpaard betrap. Het is ook allemaal jouw schuld. Laat zich een beetje inpakken door me niet te gooien. Thank you.
met onze kebab Istanbul. Het contract? Hier! Kom, Kitty. Jule. Jongens, fantastisch. Hey. Dak, wat een dak! Jongens, dak over kassel, simpel. Mag ik een dubbele biefstuk? Met patat. En een blik toppen. Middelgroot, niet te groot, niet te klein. Net ertussen. Zeg, ja. Meer dan 60 gulden omzet op één dag? Nou, jij nou ik. Is dat toch of niet? Hey, hoor. Ja! Wauw! Wow. Hey. He has the contract. No, he has not. U bent op dit ogenblik volkomen ten onrechte de bezitter van een document dat aan mijn werkgever, de heer Koster, toe. Hou jij even je mond geile pennenlikker. Ja, de grap heeft nou lang genoeg geduurd. Hier met dat papier. Dames en heren, mevrouw Kluif en ik hebben zojuist besloten de salon niet te verkopen. Zo, 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 zo. Wij openen een evangelisatiecentrum voor beter gesitueerden. De heilige drie-eenheid. Rudolf, Henk en Roosje. Nou, dan lijkt me de zaak heel wel simpel. Ik geef het contract gewoon terug aan de heer Koster. Hé, hey, ja, ik hem tegen. Wat heb jij met Henk te maken? U hoort het, dames en heren. De meningen zijn te zeer verdeeld. Maar u hebt geen benen om op te staan, mevrouw Kluif. Wanneer wij openbaar maken wat de ware aard van dit bedrijf is, wordt u ogenblikkelijk ontruimd. 250.000 gulden, dat krijg je van niemand, mens. 300.000 gulden. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Wil je een stambeltje over ons afdrukken? De dommel op met die rommel. Hé, hey, Rijk. Ja, John. Had ik gelijk? Is het een bordel? Ja, John. Jouw tante Toetje heeft het grootste, meest geheime bordel van heel Amsterdam. Kitty, tante Toetje, Rijk, geef dit papier onmiddellijk terug aan iemand. Dan wordt het maar verkocht. Jullie verdienen niet beter. Alle... En wij dan, John? Wij hebben ons kantoortje in het pand. En dat telefoonnummer is in één dag bekend geworden door heel Amsterdam. Ja, dat is waar. Wat moeten we nou doen? Om te beginnen gaan we hier weg. Kom mee, mevrouw Kluif. Jij ook, Kitty. Bobby. Hé. Morgenmiddag om 12 uur ben ik terug. Met 4 fotografen. Kom mee. Don't worry. Tomorrow noon I'll be there with $1 million cash. Morgenmiddag om 12 uur sta ik bij u voor de deur, mevrouw Kluif. Met de wethouder van volksgezondheid, majoor Boshart. En de penningmeester van de morele herbewapening. En de reportageploeg van de evangelische overhoop. Toetje. Toetje, wat moet ik nou zeggen tegen dominee Dingerdis? Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Het begin, mevrouw Kluif. Rudolf werkt samen met Henk en Roosje. En er bestaat geen dominee Dingerdis. Ik kan het niet geloven. En die Koster kan u nooit dwingen tegen u zin het pand te verlaten. Ik heb geen zin. Ik heb nergens zin meer in. Ik wil alleen nog maar dood. Mevrouw Kluif, dan gaat hij eerst eens lekker knorren. En vannacht bedenken John en ik wel een oplossing. Oké. Pardon. Ik kon niet slapen. Ik ook niet, John. Wat doen we nou, Rijk? We dwalen radeloos en dagelijk Amsterdam. Ik bedoel met een contract. John, dat woord contract wil ik nooit meer horen. Daar word ik knettergek van. Geef hier. Ik heb het niet. Hé? Ik heb het niet. Hou Amsterdam schoon. Je hebt gelijk, John. Raap op. Hé, hey, maar daar zitten we er weer mee. Hero, alsjeblieft. Heren, dat kan ik niet aannemen. Dat is te veel. En die speelt schitterend. Ja, maar dat kan ik toch niet aannemen. Ik heb ook mijn trots. Het op, John. De nasjeballentruc. 1, 2. Deurtje open. Nasjebal eruit. Contract erin. En weg. Maakt die. Uitstekend. Hè? Uitstekend. Meen je het? Ja. Niet te vettig? Ben je gek? Niet te olie? Ja. Nee? Ja, nou, de zenuwen. Hè? Contract eruit. Nas je wel erin? Ik douw het gewoon in een willekeurige brievenbus, John. Dan zijn we er vanaf. Als jij nu even op de uitgang gaat staan. Ja, ja. En weer fluiten en dan nog eens een keertje 5 jaar de bak in draaien. Alleen maar voor de zekerheid, John. Voor als de politie eraan komt. Hè? Hobby. Ja, het is goed. Zal ik juist met...
Ja, Rijk, tijd. Indische nachtegaal. Spaanse kanarie. Verloofd, verliefd, getrouwd. Dat was de ruige boompieper. Dat is niks. Dat is een man die zijn neus snuit. Maar u hebt er trouwens ook de lippen voor. Toon dubbel. Vingers erop. Flink oefenen. Ben je het kwijt, Rijk? Nee, nog niet, John. Hé, hey, ga je niet erin, ze. Wacht eens even. Laat ze maar het bewijs dat er ooit een contract geweest is. Maar ze staat toch ontruimen. We hebben nog een halve nacht, John. Kom op. Goedenavond, heren. Is dit uw nummer? Inderdaad, ja. Ik vond dit op de antenne van mijn auto, alstublieft. Bijzonder vriendelijk van u. Ja, zeer attent. Als er meer van die mensen waren als u. Donder op! Vind je het niet erg? Kan me niet schelen, Sean. Ik vind mij altijd zo brutaal. Nee hoor, Sean. Nee. Echt niet? Dus je bent niet boos? Wat gaat er nou met ons gebeuren, Sean? Wat sla je me dood? Voor in goud, Sean. Nou ja, hoeft ook niet echt. Laat alles maar een Rijk over. En Rijk heeft de brains. Is je dat er niet opgevallen? Ik heb hem nog nooit naakt gezien. Ik heb het. Ik heb het. Dit toetje? Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Van Rudolf voor het toetje.
Ja, de Duitsers zitten al bij elkaar. Allemaal kies op elkaar, maar dit is levensbelangrijk. Het is nu 6:15. Dus zolang hebben we nog de tijd tot vanmiddag 12 uur. Ja, min 3 kwartier is dat bij de liggen nog zachte kotaatjes in de ijskast. Precies, 5:35. En ik moet helemaal haar nog doen. Heb jij een idee? Ja. Oh. Is die rode lijn toch wel te gebruiken? Toch op frequentie 1, zonder plus, bijsluiten. Hallo, hallo, mag ik dan te... Bernatel? Per net de een... En dat is alleen maar dat ze per la via capito rido, pareto. En zie je capotto? Zie je capotto che ha detto la via, che sotto mica letto? Nee, wat... Geen paniek. Non panico. E ne sento, che ne sento. Italiano? Treschetto con l'incendiato un defecto alla cablo. Uno parto aquí, espresseto in la santo. La santa prede con titolo fa insegnato. Ergo io che ho certo l'altra parte della Bruno. E descarite del carattere Antonio. Vedi? Elegamente, mi elegaredo. Ja, fantastisch. Ja, dat zit toch niet, dat is ook niet goed. Dan moet ik toch... Wat ben je aan het doen, John? Ik interfereer de tombulator aan de eindkwadrator en de kwadraatsysteem. Wat weet de PDT ervan? Ja, ja, nou, zodra ik ze te pakken heb, dan zal ik ze bellen. Ja. Momentje. Inspecteur, goedemorgen. Neemt u me niet kwalijk dat ik u zo matineus bel, maar het gaat hier om een zaak van het allergrootste belang. Zou u vanmiddag met een paar mannetjes willen verschijnen bij het pand Reguliersgracht 84? Dank u vriendelijk. Please make my last days happy days. Your bill, my dear toetje. Ja, nothing meer te maken. Bye, Bill. Ja. Natuurlijk wel zo zijn dat we er ons makkelijk in kunnen bewegen. Zou u misschien even willen bewegen, zodat ik een beetje een idee kan krijgen? Ik heb toch zo gek gedroomd? Oh ja? Ik droom dat er iemand belt. En in één klap 10 dafjes koopt. En leek die man in uw droom een klein beetje op mij? Nou, het zicht. Ja. Kan ik ze alle 10 meteen meenemen? Zeg, ik heb je neef Adolf nog gekend. Die schilderde zo van zich af. Ongeveer zo.
Lieve mevrouw Kluif, ons eerste kind zal Toetje heten. Henk en Roosje. Volgens mij heeft die gozer ook goud in zijn handen. Not you again. What do you want? Your autograph, sir. Why didn't you say so? Plus het gevaar van de venerische ziekte, mijn heren, majoor. En als u nu bedenkt dat op dezezelfde plaats een schitterende hygiënische parkeergarage voor 150.000 euro zou kunnen krijgen. Hoe eerder we weten dat deze zaak is, de beter is voor Amsterdam. En ik denk hierbij vooral aan onze kinderen. Ik wil aan. En als de meiden naakt naar buiten komen, meteen spoel straks de foto. Zonder het contract. Ja, dat is het. Mevrouw, mijn heren, de NVG Phoenix staat in belangstelling op hoge prijs. Ja. Zullen we nou? Majoor, mijn heren. De NV, geen paniek. Stelt u belangstelling op zeer hoge prijs. Heel attent, bijzonder charmant. En mag ik u er nu voorstellen aan onze mobiele reparatieservice? U, ik en ik. Wij allemaal. En mijn collega de heer Kruikamp. Absoluut. Hebben gemerkt dat juist in deze koude, kille, nuchtere mannenwereld van de techniek een snufje vrouwelijke charme uitermate verfrissend zou kunnen werken. Al onze reparateurs zijn doorkneed in de essentiële, meest voorkomende huishoudelijke mankementen. Zeg je het goed, hè? Uitstekend, zo. En mag ik u dat nu voorstellen aan, ik zou het kunnen noemen, het hart van de NV, geen paniek, de dames Kluif en Klaver, die beide samen dag en nacht hun welgevormde vinger op de pols van Amsterdam houden. Zij neemt me niet kwalijk, meneer Koster, maar ik begrijp niet waar het zedeloze karakter van deze zaak in zit. En mag ik nu zo vrij zijn u bij deze ons telefoonnummer te doen toekomen? Want vroeg of laat komt voor iedereen het moment dat hij of zij om geen paniek zit te springen. Hé, Rijk? Prima, John. Hey, Toad, what? What did they do to this place? I got the millions to buy them. What? To buy? You buy? I got the millions right here. Can't you see them? Yeah, okay, you just leave it. Go back to there. No, I... Will Mr. Bill Silkstocking traveling to Tokyo, Kyoto, Hong Kong, Saigon, and the great Communistic Republic of China collect his red book? Thank you. Moest jij eigenlijk vanmiddag niet naar je moeder, Mathilde? Hoezo, Leo? Nee, zomaar. Hallo, geen paniek. Zeg, ik zit hier plotseling met een klein mankementje. Zou u even iemand willen sturen?
Als het kan, een blonde reparateur. Ik weet niet wat het stuk is. Ik zie niks bijzonders. Oh nee, nou ik kan er wel hoor. Ik zou vertellen dat ik bij nieuwbouw 14% btw moet betalen en bij sloop niks, dan weet u waar ik mijn grijze haren van ga krijgen. Ik moet direct zijn ze aanwezig. Oké, dag. Wagen 9 meldt dat ze het moeilijk heeft, Sjoe. Brabantse Treesje, die leert het nooit. Dacht ik het niet, leert het fout. Voor in het donker verrichte werkzaamheden berekenen we het dubbele tarief. Dat is dan 17 gulden. Als ik jou nou eens 25 geef? Kijk je dan ook nog even naar mijn rits? Ja? Geen paniek. Er is op het ogenblik niemand aanwezig. Wat ze... sauna? Nee, daar komt de directie hoofdpersoonlijk. Ga mee, Rijk. Wat heet? Wie de mond- en mondbeademing mag doen. Getal onder de 10. 4. Fout. Ga je gang, John. Eerlijk verloren. Tante Hali. Wat is met jou aan de hand? Je had toch een kapsel? Het is uit de hand gelopen, Rijk. Volgens mij zitten we weer in een bordeel met lichte zeden. Brand. Oh, dan is er weer een pornofilmproject warm gelopen. Ook de metro hieronder door? Nee, dat zijn die nieuwe 18 pk-vibrators voor verwende klanten. Oh, ik word zenuwziek van die hele business. Nou, niet huilen, tante Alice, loopt je hele rimmel door, hè? Kijk, toen seks nog seks was, hè, in zo'n klein rood kamertje, toen was het een prachtvak. Maar sinds de elektriciteit, nee. Als een touw in een gewonde geval heeft, in de betaalde liefdesector, dan is mijn lol eraf. Hoeveel meisjes heb je eigenlijk, tante Alice? Met mij 21. John? Ja, Rijk? Dan zouden we straks heel Nederland kunnen pikken. Waar staan de verwarmingsketels, tante Ali? Beneden in de kelder. Waarom? Wat zei ik, John? Het is een droom. 10 miljoen klanten in een half jaar tijd. Ja. John, tante Toetje en tante Ali die liggen boven op bed te huilen. Van geluk. Hartstikke leuk. En de Roosje, die zijn ook uit elkaar. En Rudolf in een bistro. Dacht ik wel. Zulkstokking, die heeft nog 4 maanden voor de boeg. En ik nog 5, John. Hé? Wat? Ik ben een blijde gebeurtenis. Ik ben een blijde gebeurtenis, Rijk. Je hebt niet alleen een gouden handje, John. Meisje 119, waar ga je naartoe? De Delta werken lekker, meneer Kruik. De Delta werken lekker. Hey, hallo. De afsluittijd sluit niet goed af, meneer De Gooien. Prima, jij gaat gewoon door. De koningin is laadrijk. Ze heeft de lichten tegen, John. Publicity. En je ziet er klozen, dan gaan we goed zitten, dat is goed. Prima. Oet, verschrikkelijke oet. Geen paniek. Geen paniek. Geen paniek. Alles in mij.
in de nacht. Want ons devies is klaar terwijl u...